En dan hebben wij de heer Ruben Ravenberg, lid van de commissie Grondrechten. Omdat we weten dat de minister van ROS, Ruimtelijke Ordening en Sport, momenteel Ruimtelijke Ontwikkeling en Sport, wat is dat ding voor ordening? Ordening heeft te maken met de houtsector. Daar hebben we ook iets over te zeggen, maar dat is voor het journaal later. Ja, ik zei het al, de minister van Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Ontwikkeling en Sport, Gracia Emmanuel, die is in het binnenland, ze gaat richting Apetina, maar bij verschillende gebieden is ze gestopt om zeg maar gesprekken te voeren. En gisteren was dat ook het geval bij Drita Biki. En toen is er gesproken over onder andere het grondenrechtenvraagstuk. Dat gedeelte speelt al een tijdje. En de heer Ruben Ravenberg, die ook vergezeld is met de minister, heeft ook gesproken namens de commissie over dit onderwerp. Meneer Ravenberg, goedemorgen. Hallo. Je hoort u mij? Yes, ik hoor u. Heel goed. Alles duidelijk? Yes, duidelijk. Mooi zo. Gisteren is de clue toebelegd met betrekking tot onder andere het grondenrechtenvraagstuk. Kunt u ons vertellen hoe dat is verlopen? Het is goed verlopen, want we waren hier op Drietabbetje. Ik moet u zeggen, u gaat achtergrondgeluid horen, maar u moet zich niet daarop concentreren. Nee, is nergens live TV. We gaan nu in de boot richting Apetina. Oké, mooi zo. Ja, dus we waren er en u zag wel dat die mensen, ze waren wel bereid om te horen, omdat gisteren pas hebben we ook vernomen dat het dorp Drietabbetje ook in concessie is. Dan weet je dat heel moeilijk voor die mensen is om te verwerken. Ik mag u zeggen, het grondrechtenvraagstuk speelt heel erg nu bij de mensen. Bijna alle dorpen langs de Tapanauni zijn nu in concessie. Ja, u zegt ze zijn in concessie. Wat bedoelt u precies? Paramaribo, daar hebben ze die dorpen concessie uitgegeven zonder rekening te houden met die dorpen van die mensen. Het blijkt dat Drietabbetje, die concessie wordt uitgegeven aan een zekere Moengra en die heeft doorverkocht aan wat Chinese. Oké, en dat praat over goudconcessie nog? Goud zowel houtconcessie. Maar was het traditioneel gezag niet op de hoogte daarvan? Nee, het traditioneel gezag is nooit gekend bij het uitgeven van concessie. Maar dat kan toch niet? Nu pas in de huidige wet hebben we opgenomen dat aspect belangrijk is. Dat wil zeggen, men moet naar die mensen gaan om met die mensen te praten, te informeren. En pas als er overeenstemming is bereikt, kan een concessie uitgegeven worden. Als we praten over de FPIC binnen de wet met betrekking tot grondrechten, kunt u nog eens een keertje benadrukken, heer Ravenberg, wat het belang is van zo'n wet, grondrechtenwet? Het is belangrijk omdat als we kijken wat er de afgelopen jaren is gebeurd, is dat de leider van het land in Paramaribo nooit rekening heeft gehouden met het traditioneel leven van de inheemse en tribale volken. Mensen daarin, men geeft concessies uit en al die dingen. En die mensen zitten hier en worden verrast met alle soorten mensen die komen en zeggen hier is mijn concessie, dit is van mij, kijk mijn stukken hier. En dat vinden we wel onmenselijk. Dus dat de tribale en inheemse gemeenschappen nu wel strijd leveren voor grondrechten, moet, laten we zeggen, Paramaribo de vingers naar zichzelf wijzen. Zij hebben gezorgd dat wij vandaag voor onze rechten moeten vechten. Ja, als we praten hierover, soms ontstaat er een illusie alsof zeg maar het binnenland geen enkele activiteit meer zou kunnen plaatsvinden in het binnenland. En dat er zeg maar twee soorten groepen zouden ontstaan. Een groep Paramaribo, een groep binnenland, vanwege de wet. Maar is dat echt zo, heer Ravenberg? Dat is niet zo. Mm-hmm. Wat wij willen is dat er mag wel concessies worden uitgegeven. Maar wij moeten worden geïnformeerd. En pas wanneer we overeenstemming hebben bereikt voor benefit sharing en al die dingen op bepaalde gebieden, wanneer we hebben gezien van nee, die concessie kan niet vanwege onze culturele en dingen, dan kunnen we zeggen van nee, dat kan niet. Dus ja. Dat is overleg. Er komt een gebied waarbij mensen niet zomaar kunnen zitten en zeggen we geven concessie uit. Wat wij willen is dat er dan
eerst met ons wordt gesproken en dan pas. Ja, overlegmomenten dus. Ja, ja, voor bepaalde gebieden. Kijk, ik was in Jamaica en we hadden ook naar die dingen gekeken. En in Jamaica, zo pas de regering aan waarom de Maroc daar in Jamaica geen tijd hebben voor onder recht, omdat zo langer iets in een gebied wordt ondernomen. Plicht de regering overleg de regering, dat dit een kies van het is, concessies weg. Maar dat is wat er jaren in Paramaribo is gebeurd. Waardoor wij hier in onzekerheid leven en dat willen we niet meer. Ja. Dus er komt echt geen tweedeling van het land. Er komen gebieden waarbij men eerst met de gemeenschappen moet praten. En mensen moeten weten, de tribale en inheemse rechten zijn internationaal beschermd. Suriname is een van de weinige landen die ons niet heeft erkend. Mm-hmm. Ja, toch er zijn vonnissen, toch OAS vonnissen. Die vonnissen zijn niet zomaar uitgesproken. Ja. Ja. Ja, maar heer Ravenberg, als we kijken naar die wet, er was al een concept die in behandeling zou moeten worden genomen in DNA. Toen is het terugverwezen. Zou die wet niet alvast zeg maar, behandeld moeten worden, aangenomen moeten worden en gelang de tijd vorderde, zeg maar, aangepast worden? Zou dat niet beter zijn? Want nu beginnen die onderzoeken weer opnieuw, de gesprekken die voeren worden weer opnieuw gevoerd. Is het geen time of wasting? Wasting of time? Nee, kijk, we hebben gebruik gemaakt van die informatie uit die wet. Wat je moet begrijpen is dat die wet, alles in één wet, men gaf het traditioneel gezag, bepaalde bevoegdheden. Maar traditioneel gezag is nog niet bij wet geregeld. Wat wij nu hebben gemaakt is een raamwet. Die zal eisen dat bepaalde wetten, zelfs de grondwet, de boswet, de mijnbouwwet, die dienen aangepast te worden. Er moet ook een wet komen op het traditioneel gezag. Bijvoorbeeld in de vorige wet is men aangegeven van, als het ware moet het traditioneel gezag optreden als politie. Hoe kan dat? En er zijn ook bepaalde zaken die we hebben gekregen waarbij alle concessies vervallen na 6 maanden. In deze wet hebben we opgenomen dat we al die mensen die concessie hebben binnen de inheemse en tribale gebieden, die moeten dan met die mensen gaan praten. En als ze na 6 maanden geen overeenstemming hebben kunnen bereiken, dan gaat dat ding naar de grondrechtenkamer die nog bij wet geïnstalleerd zal moeten worden. Dus dat zijn bepaalde zaken die wij hebben opgenomen. Ja. En wat er is, men moet iets begrijpen. De vorige wet, de regering is faciliterend bezig geweest. Uiteindelijk zien we dat die wet is ingediend door assembleeleden als een initiatiefwet, zonder dat ze één dag eraan hebben gewerkt. Dus dat was ook iets waarbij deze regering twijfelde. Want waar we gaan investeren in de verrasseling wordt het een initiatiefwet. En daarom is deze regering gezegd, ga jullie het nader bekijken met die informatie die ze hebben vanuit de gemeenschappen. Ja, er wordt aangegeven, er wordt zoveel geld uitgegeven voor deze wet, terwijl alles al kant en klaar was. De minister toen van RO, die had een team ingesteld die bezig zou moeten zijn om deze wet, of althans de vorige wet, tot in de finesse uit te werken. Er zijn verschillende hoorsessies geweest met diverse actoren, het zij van de inheemse en van de tribale volken. Dus eigenlijk was het al zo ver om zeg maar te komen tot een volmaakte wet. Nou ja, een wet is nooit volmaakt, maar ja, tot een gedragen wet. Maar kijk, je kan geen geld uitgeven en ga ervan uit omdat er geld is uitgegeven. Dan moet het. Dan had men bepaalde zaken beter moeten aanpakken. Want wat men daar zegt, die stappen die ze daar hebben genomen, hebben wij niet meer gedaan. De enige uitgave die de regering tot nu toe moet uitgeven, is de commissieleden betalen. Weet je wel. En ik ben bijvoorbeeld nu in het gebied. Mm-hmm. Maar ik reis mee met de minister van regionale ontwikkeling. Omdat zij straks de wet in het parlement zal moeten verdedigen. Wij gaan straks awareness sessie naar de gebieden gaan. Maar er komt een samenwerking met andere organisaties die zaken zal gaan vergoeden. Wat men heeft gedaan bij die wet, men heeft een Surinaamse ding gemaakt. Wat deze commissie aan het doen is,
is om die wet te koppelen aan internationale zaken. We hebben internationale deskundigen gehoord. De voorzitter, ik weet niet of ze terug is. Maar zij is ook naar een conferentie in Colombia om daar ook te gaan kijken hoe men daar grondrechten heeft aangepakt. Dus uiteindelijk, wanneer we alles hebben aangepakt, moeten we een wet hebben die voldoet aan internationale standaarden. Ja. Wij hebben een Surinaamse wet te zien. Maar er zijn vonden ze waarmee we rekening dienen te houden. Ja, ja. Ja, ja. En wij vonden ook, als ik kijk naar het tijdbestek waarbij de wet was ingediend, 20 april na 25 mei, mm-hmm. Volledig jaar, dan zagen we het meer als een politieke actierecht in de verkiezingen. Maar dat moet dan niet zijn, laten we iets goed doen. Alles er geld uitgegeven, die gelden gaan niet meer uitgegeven worden, want deze commissie heeft die zaken niet meer gedaan. We zijn nu bezig om die mensen uit te leggen waarom er een nieuwe wet is, waarom we bepaalde zaken hebben veranderd. Okay. Dat is onze missie. Oké, nee, dan hebben we dat gehoord. Tot slot, heer Ravenberg. Als we kijken naar wat deze regering heeft aangegeven, het streefdatum met betrekking tot het komen tot een wet die zou zijn 1 december, staat dat nog recht overeind? Nee, dat staat niet recht overeind. Ik denk dat we bepaalde zaken moeten we deze regering volgen en ik denk dat de leider van deze regering soms te overenthousiast is. U kunt het wel, maar wij hebben bepaalde zaken die we moeten afronden voordat. Want wat is nu bij het parlement, de commissie informeert? Het ligt uiteindelijk aan het parlement om te bepalen wanneer een wet wordt aangenomen of het wordt niet aangenomen. Mm. Dus als ze zeggen streefdatum moet zijn, 1 december moet het restproduct bij het parlement zijn, dat hebben ze wel gehad. Maar het aannemen van een wet is niet de verantwoordelijkheid van de regering. Dat is des parlement. Oké. Okay. Wanneer is het wetsproduct zover? Het wetsproduct is al zover. We hebben zeker 2 sessies gehad met het parlement. Mm-hmm. Uiteindelijk zal de leider van het parlement bepalen wanneer het op agenda komt. En wij zijn bezig en die informatie die we steeds krijgen van het veld en de minister is nu bij die meeting. Dat spelen we dat door, ook internationaal, om de minister een paar zaken te geven. Want wij gaan de minister blijven adviseren totdat de wet is aangenomen. Oh, oké, okay. Nee, dan is dat duidelijk. Om even weer te gaan over jugu-jugu in het gebied met betrekking tot de concessies die zijn uitgegeven. Hoe is dat afgelopen? Wat is uit de bus gekomen concreet? Nee, concreet kijk men uit naar aanname van die wet. En ik bedoel, al die dorpen die concessie gaan moeten worden ingetrokken. Je kan die mensen een liefwijze niet vernietigen. Dat, kijk, men komt hier, die houdt die mensen hier weg. Als ze in Paramaribo komen, gaan die mensen occuperen. Hoor je weer die Maros? Maar jullie gaan die Maros laten vallen in een gebied waar ze zijn. Laten we dat vandaag zeggen. De Maros en de inheemse hebben te veel last van die mensen in Paramaribo. Omdat die mensen in Paramaribo, die kijken alleen naar hun geld. Zo greedy, de man greedy money, de man is spanning aan de alibi. Die mannen vernietigen onze hele gebied met kwek en al. Waar moeten we uiteindelijk leven als die mensen terugkomen naar Paramaribo? Je klagen de man gaan occuperen. Maar kan je ook klas de man op de maïtang? Met goed takas aan walibi. Met de foto maar tapen de man, waar we dat moest konden. Ik zeg het je eerlijk. Ja. Zo, dus eigenlijk is er nog je uitgesproken mening. Zou op zijn precies drapen, hè? Maar die concessie gaat gewoon die traditionele gezagsdrager waren gisteren resoluut. En ik denk, kijk, die concessie is niet aan de van Chinezen. Dat wil zeggen, die ene moengra die concessie had, die is een oplichter, want hij weet al, het is in die dorpen zijn er en hij gaat het niet kunnen, laten we zeggen, in productie kunnen brengen. En dan ga je het onderhuis doorverkopen aan die Chinezen. En nu zitten de Chinezen met de gebakken peren. En Moengra, die ene Moengra, die heeft zijn geld. Welke Moengra het is, weten die mensen niet. Maar omdat hij te zien van 1-3 tabbetje en omgeving, hij wordt gewoon doorverkocht. Je bent toch een oplichter? Ja, ja. Maar hoe zit het nu met de Chinezen? Want hun kunnen niet verder gaan, dus dat is Malassi. Dus niet dat komt de voet aan 3 tabbetje. Dat is redden ook wel. Dat kan niet zo alvast zeggen. Dat is redden ook wel.
Oké, dan hebben we dat gehoord, heer Ravenberg. Bedankt voor de update. Jullie koersen nu richting Appetina? Jawel, we koersen nu richting Appetina voor een kroet morgen. Mm-hmm. En dan zijn we dan op de terugweg. Oké, dan bellen we het morgen weer voor een update met betrekking tot zaken die zich hebben plaatsgevonden. Ik denk dat u juist overmorgen moet bellen. Want ja, overmorgen, ja. Overmorgen bedoel ik te zeggen. Thank you very much. Fijne dag. Yo. Ja. Ja, dan heeft u dat gehoord, beste kijker. Het blijft een uitdaging met betrekking tot het verstrekken van vergunningen voor concessies in het binnenland. En we zien wel hoe deze zaak zich verder gaat afwikkelen. Het laatste woord is nog niet gezegd. En wij van Mantitaki blijven deze case op de voet volgen.